Dit is toch wel een hele mooie machine, Vasicu. De hakslaag van Kronen en in deze video de details. Als we hem eerst zo eens van boven bekijken, nou valt er sowieso op dat hij heel erg veel opgebouwd is uit metaal. Dat betekent dus dat het een zware machine, degelijk uitgevoerd en heel herkenbaar. Want wanneer we aan de voorkant beginnen, zien we dus de maïsbek. Bedoeld om hier de maïs die er staat in de bek op te vangen. En die vliegt hier dus door deze grote mes heen de hakselaar in. De maïshakselaar maakt er allemaal kleine stukjes van. Waarom doet hij dat? Nou, koeien die kunnen bijvoorbeeld niet de grove korrels van de maïs eten. Dat kunnen ze niet verteren zoals het heet. Dan komt het er weer uit en dat wil je niet. Dus de maïshakselaar maakt die maïskorreltjes bijvoorbeeld klein. En blaast dat met deze pijp weer de naast rijdende silowagen. Op die manier wordt de maïs door de machine gehakseld. En met deze pijp weer in de silagewagen die naast de hakselaar rijdt in kleine stukjes geblazen, waardoor de koeien dus wel kan opeten. Als je verder kijkt naar de details van de machine, dan zien we hierboven dat de besturing. Als je zo draait, gaan dus de achterwielen mee. Dat is wel herkenbaar, maar ook wel heel erg prettig wat dat betreft hoe die zo functioneert. Achter een gewicht wat te verwijderen is, en hier aan de zijkant, dat is wel heel erg mooi gemaakt wat dat betreft, is het mogelijk om de motorkap te openen, waardoor je dus hier het onderhoud kunt doen van de machine wanneer dat het moment nodig is. Dus Vasicu in de schaal 1,32, een mooi grof groot model wat dat betreft. De hakselaar, ja, die hoort gewoon eigenlijk gewoon in je vitrinekast thuis, want zo mooi gedetailleerd is die wel, met zelfs een chauffeur in de cabine. Voor kinderen op oudere leeftijd ook gewoon een heel erg mooi herkenbaar model van Kronen. Wat dus te gebruiken is om maïs te hakselen en met een grasbek gras te hakselen. Wil je er meer van zien? Wil je hem bestellen? Dat kan. Klik op de link die je naast in beeld ziet. Kom je op onze website uit voor meer informatie.